Tot mijn grote spijt moet ik u meedelen dat er een nieuwe thriller is verschenen van Marina Teunissen. Normaal gesproken is het verschijnen van een nieuw boek een heugelijke gebeurtenis. In dit geval is het een droevige zaak. Het boek heet Mathilde. En de kans is klein dat de niet erg eigentijdse cover de zaak gaat redden. Om u in de sfeer te laten komen, lees ik een zin voor. U krijgt een week de tijd om die door te laten dringen. Ogen van een zeldzaam groen, met een timbre dat deed denken aan haar sluwheid. Als deze zin op uw lachspieren werkte, geen erg, het ligt niet aan u. Marina Teunissen schreef tot nu toe negen jeugdverhalen. Nu start ze een nieuwe trilreeks voor volwassenen. Het ergste valt te vrezen. Ik verdedig de persvrijheid en de vrijheid van drukken. En dat is wellicht ook de enige reden waarom de verantwoordelijke uitgever voor dit boek niet vervolgd kan worden. Mathilde van Marina Teunissen is uitgegeven bij De Vries Brouwers.